De Engelenmaker. Ongeveer het meest dikke boek dat er is. Ruim 400 pagina's. Totdat je hem openslaat en dan blijkt het allemaal mee te vallen. Het is opgebouwd in drie delen die je in een munt van tijd uitleest. Het is een onwijs sterk verhaal. Origineel. Je kan hem gebruiken voor je leeslijst, voor je examen. Maar ook op het HBO doet hij het nog erg goed. Het is duidelijk geschreven, sterke karakters. Waardoor je door blijft lezen en je hem echt niet zomaar meer, uh, meer weg gaat leggen. Stefan Bryjs is een Vlaamse schrijver, wat weer wat anders is dan de gewone standaard Nederlandse literatuurschrijvers, waardoor je dus weer een stukje originaliteit brengt in jouw leesdossier.